Een goed klimaat begint bij jezelf. Het moment dat in Parijs de klimaattop begint, is hier vandaag, vanavond, in het gemeentehuis in Waterland, een lokale klimaattop Waterland gestart. De gemeente Waterland, in samenwerking met allerlei particuliere initiatieven, zoals het Broeklab en ook Stichting Duurzaam Waterland, geven vanavond hier een presentatie in het gemeentehuis over wat u thuis allemaal kunt doen om klimaatneutraal te zijn. Besparen dingen voor warmte, water, alles is mogelijk. Achter me is een markt gaande waarin allerlei informatie door allerlei partijen, zowel particulier als bedrijven, wordt gegeven voor u. We krijgen zometeen een aantal presentaties van die initiatieven en van de wethouder. En we gaan eens kijken wat we kunnen doen en we gaan zometeen even een rondje maken langs de markt achter ons. Hartelijk welkom allemaal in het gemeentehuis van Waterland op de energietop van Waterland. Klinkt heel hoogdravend en dat is het ook wel een beetje, want het is een serieus probleem, het klimaatprobleem. En ik vind het fantastisch dat er zoveel mensen gekomen zijn. Als je de kranten leest deze dagen of televisie kijkt, dan is het alleen maar klimaat, klimaat, klimaat. En dat is op zich natuurlijk heel positief, want daarmee wordt ook duidelijk dat we een groot probleem hebben en dat er een oplossing nodig is. Daarom doen wij er ook in deze periode juist iets als gemeente mee. Want vandaag is de klimaattop in Parijs begonnen en er staat heel veel op het spel. En ik heb gisteravond gekeken naar een documentaire van Tegenlicht en ja, dan word je nog wel extra geconfronteerd met de enorme omslag die er gemaakt zou moeten worden in de wereld om af te stappen van fossiele brandstoffen en over te gaan op duurzame energie, hernieuwbare energie. Het kleinste wat je kan doen op het gebied van klimaat is licht uitdoen als je de kamer uitloopt. En juist de dingen die je hier op lokaal niveau kan doen, die dragen bij ook aan het draagvlak wat er is voor abstracte grootheden als temperatuurstijgingen en tonnage CO2. Dus wat doen wij als gemeente? Wij hebben sinds het aantreden van de nieuwe college, 1,5 jaar geleden, hebben wij een duurzaamheidsagenda opgesteld. Omdat we het heel belangrijk vinden dat de gemeente Waterland verduurzaamt. We hebben de lantaarnpalen in de gemeente voorzien van LED-verlichting. En zijn nog niet allemaal voorzien van LED-verlichting, maar dat gaat de komende 2,5 jaar wel gebeuren. We gaan het gemeentelijk vastgoed gaan we verduurzamen. We hebben hier op het gemeentehuis al zonnepanelen, maar we gaan ook de warmte terugwinning in onze eigen gebouwen gaan wij verduurzamen. En we hebben meer gebouwen dan het gemeentehuis alleen. We gaan daar echt serieus mee aan de slag. We hebben 2 elektrische auto's gekregen. Ze staan hier voor de deur waar het personeel mee naar afspraken kan rijden. We gaan deze maand nog laadpalen neerzetten op 6 plekken in de gemeente Waterland. En als nodig is gaan we verder met de uitrol van de voorzieningen die nodig zijn om elektrisch te kunnen rijden. We zijn bezig met een lobby bij de provincie Noord-Holland om extra windenergie mogelijk te maken bij de 2 bestaande windmolens die bij de Nest staan. Dat is nog een heel karwei. We schrijven brieven, we zetten opiniestukken in de krant. De gedeputeerde is al opgestapt die over wind gaat, dus misschien is dat een beginnetje. Maar we hopen dat het ook nog gaat lukken. We gaan prestatieafspraken maken met de woningcorporaties. Ik sprak vanochtend iemand in een huurwoning en die zei, ja, dat is allemaal leuk en aardig wat je allemaal wil met die verduurzaming, maar wat kan ik nou als huurder? Want ik wil ook wel zonnepanelen, maar ik kan ze niet krijgen, want mijn corporatie werkt niet mee. Nou, we hebben hier in Waterland een corporatie die hier net hier vlakbij allerlei verbouwingen aan het doen is om het woningbezit voor haar huurders te verduurzamen. En wij zullen dat als gemeente ook heel erg ondersteunen. Want wij vinden ook belangrijk dat mensen dat ze een lage huur hebben, maar ook dat ze lage energielasten hebben. We hebben het duurzaam bouwloket, wat vanavond een presentatie gaat geven, hebben wij ondersteund als gemeente in de regio. Waardoor mensen die iets willen met hun huis, verduurzaming, zich kunnen melden bij het loket en kunnen kijken naar welke ondernemers kan mijn probleem oplossen, kan mij daarbij helpen. We hebben een klimaatverklaring ondertekend als gemeente Waterland. En dat is een verklaring die mee is gegaan naar Parijs, waarin we afgesproken hebben dat we in 2050 klimaatneutraal zijn als gemeente, maar dat we als organisatie in 2030 klimaatneutraal zijn. Dat hebben we samen met allemaal organisaties gedaan en met andere gemeentes.
En ik had een leuk fotootje, die wilde ik even laten zien. Kijk, dit is die... Dan doet hij het niet, want ik... Nou ja, dit is de verklaring. Dat is Sharon Dijksma, die staat ermee in Parijs. Ik had ook een fotootje met Rutte. En op die klimaatverklaring staat ook de handtekening van de gemeente Waterland. Wij ondersteunen de doelstellingen die daar bepleit wordt. Maar het allerbelangrijkste, en dat is ook een heel groot doel van deze avond, is dat wij als gemeente burgerinitiatieven willen stimuleren. Er is ontzettend veel gaande in de samenleving. Dingen waar wij als gemeente zelf alleen maar voorwaarden scheppend hoeven te zijn. En het is heel leuk dat die straks zich zullen presenteren. Ik vind het echt een geschenk dat wij in een gemeente wonen waar zoveel duurzaamheidsinitiatieven zijn. En wij vinden het ook heel belangrijk dat we als gemeente daar op de punten waar wij wel een rol hebben ook medewerking aan verlenen. En het was wel leuk net. Ik sprak even met een installateur die daar zijn warmtepomp heeft opgesteld. En die had het over zonnepanelen. En toen zei hij, ja, ik heb ook nog een heel groot staldak. En toen zei ik, oh, maar daar heb je Broeklab en die zoeken staldaken voor zonnepanelen. En toen zei hij, ja, die heb ik al gesproken. En dat is ook het doel van vanavond. Want toen wij een soortgelijke avond als dit hadden, een half jaar geleden over de duurzaamheidsagenda, toen werd er ook door de aanwezigen gezegd, wij vinden het heel erg leuk om te leren van elkaar en om in contact met elkaar te komen. Want als er op markt een heel goed initiatief is om zonnepanelen op een staldak te leggen, die van alle mensen op markt zijn die in een monument wonen, waarom zouden de mensen in Broek en Waterland daar niet van kunnen leren en kunnen denken en weer opnieuw het wiel uitvinden, terwijl het gewoon een dorp verderop al allemaal gedaan is? Dat is ook een beetje de opzet van de avond. Zometeen komen er diverse pitches. Dat houden we kort. Dat is meer ter inspiratie van wat gebeurt er allemaal in Waterland. Die staan hier. Dat is de presentatie van het Duurzaam Bouwloket. En de infraroodscanactie. Zon op Marken zal vertellen waar ze mee bezig zijn. Broeklab, een heel leuk duurzaamheidsinitiatief uit Broek en Waterland, gaat een pitch geven. De Stichting Duurzaam Waterland, degene die het geld uit kunnen geven van de windmolens, die zullen ook een verhaaltje vertellen. En tenslotte Groen Waterland, een nieuwe energiecorporatie in Waterland, die zal ook vertellen wat ze doen. Daarna is het de bedoeling dat iedereen gewoon rondloopt, met elkaar praat, kennis maakt. Wil je je huis verbouwen, ga bij de lokale ondernemers en de ondernemers die hier aanwezig zijn te raden. Ik heb een half jaar geleden ook, kwamen ze bij me, die ondernemers, en zeiden, ja, wij willen heel graag de gelegenheid krijgen om ons te presenteren. Nou, vanavond is het zover. En ik hoop dat het tot heel veel genoeg is voor iedereen. De energietop vanavond dan ook hier in de gemeente Waterland. Wij als Duurzaam Bouwloket voeren voor de gemeente het duurzaamheidsloket uit. Je hebt landelijk heb je het energieakkoord. Er staan een aantal elementen qua beleid opgenomen. Waaronder een van de onderdelen een energieloket voor inwoners is. Vanaf 1 januari 2016 heeft iedere gemeente in Nederland een energieloket voor inwoners, waar bewoners terecht kunnen voor onafhankelijke informatie, vragen en advies. In die hoedanigheid ben ik hier vanavond ook aanwezig om te laten zien en vertellen wat wij als loket doen. Als je kijkt naar de gemeente Waterland, dit is voor niet iedereen te zien, maar ik kan het een beetje toelichten. Je ziet hier een overzichtskaart van de energielabel atlas. We hebben allemaal een initiatief label gekregen voor onze woning. In het merendeel van de gevallen klopt er heel weinig van, omdat we thuis al een hoop hebben gedaan. En de energielabels die we hebben ontvangen indicatief zijn. En die zijn dan gebaseerd op gegevens die alleen bekend zijn bij het kadaster. Dus schrik er niet van. In de praktijk zal het er waarschijnlijk ietsjes beter uitzien. Maar dit zegt wel iets over de gemeente waar we vanavond zijn. Wat dat betreft ook een hoop woningen in een aantal kernen. Waar de komende jaren, of als je puur kijkt naar de labels, waarop isolatiegebied, een stuk energieopwekking, nog best veel winst valt te behalen. Met de gemeente zijnde willen we kijken of we dat de komende periode wijk- en kerngericht kunnen doen. En dat zullen we dan ook in de loop van het jaar waarschijnlijk gaan oppakken. We zijn vanavond eigenlijk, of is mij gevraagd om een stukje te vertellen over isolatie. En dat eigenlijk in combinatie met Stichting Duurzaam Waterland. Want er komt een infraroodactie aan. Waar u als bewoner tegen een heel gunstig tarief infraroodfoto's van uw woning kunt maken. Want je bent vaak als bewoner zoekende van ja, waar gaat die warmte nou verloren in mijn huis? Waar kan ik het beste als eerste beginnen? Infraroodfoto's geven een heel mooi beeld van waar warmte verloren gaat. Of natuurlijk waar koude naar binnen komt.
We kennen het allemaal toch, in kou-infiltratie, bij ramen, draaiende delen, etc. Die infraroodscanactie die er is, dat is eigenlijk dankzij de Stichting Duurzaam Waterland. Die hebben een infraroodcamera aangeschaft. Er is iemand vanuit de stichting die nu infraroodfoto's bij jullie thuis kan maken. Eigenlijk voor een tarief, een heel degelijk tarief. En waarom doen we dat in de meeste gevallen? Het is met name een stukje comfortverbetering, woningkwaliteit. Je gaat bijvoorbeeld isoleren, in sommige gevallen ook voor een stukje minder omgevingsgeluid. En zo heeft iedereen zijn eigen reden om met isolatie aan de slag te gaan. En eigenlijk heb ik nu in mijn presentatie een aantal infraroodfoto's opgenomen om een beeld te geven van wat zijn nu de effecten van bijvoorbeeld isolatie. Wat zijn temperatuurverschillen die gemeten worden met een infraroodcamera in bijvoorbeeld de voor- en na-situatie? En wat voor effecten kun je als bewoner dan precies verwachten? Als je kijkt bijvoorbeeld bij gevelisolatie, dat is voor heel veel mensen die hebben geen flauw idee of er überhaupt isolatie in hun muur zit. Woningen gebouwd tussen 1920 en 1975 hebben in principe een spouwmuur. De woningen na 1975 werden eigenlijk vanuit de nieuwbouw uit al voorzien van hele lichte isolatie in de spouw. Dat gaat dan om een 1 à 2 centimeter. Je kunt natuurlijk ook aan de buitenkant van je gevel isoleren. Of van binnenuit. Qua isolatiewaardes kun je dan ook veel hogere waarden behalen. Alleen zijn de prijzen die je bijvoorbeeld neerlegt voor een buitengevelisolatie. Dat begint ongeveer van een €90 de vierkante meter. En als je van binnenuit in je woning gaat isoleren, zit je al gauw tegen de €50, €60 de vierkante meter. Een spouwmuurisolatie is qua dat betreft eigenlijk een hele interessante, laagdrempelige. Dus gemiddeld ongeveer een €18 de vierkante meter. Eigenlijk een hele laagdrempelige ingreep om in ieder geval qua comfort en energieprestatie van je woning te verbeteren. Op deze afbeelding ziet u bijvoorbeeld een infraroodfoto van een ongeïsoleerde gevel. Daar hebben de bewoners gevraagd de verwarming op 21 graden Celsius te zetten. Die mensen hebben geen isolatie, maar die hebben ook geen radiatorfolie toegepast. En je ziet bijvoorbeeld heel mooi in het warmtebeeld de radiatoren in je gevel naar buiten rammen. En soms kan het ook meezitten. Dit was bij een bewoner thuis, die had zijn spouwmuur niet laten isoleren. Dus de buren, dus aan de rechter en linkerkant, die hadden isolatie aangebracht, maar er waren de spouwborstels niet goed dichtgezet. Dat is eigenlijk je woning afscheiden, die ervoor zorgt dat het isolatiemateriaal niet naar je buren loopt. Nou, deze mensen hadden niet meegedaan, maar die hebben toch een beetje gekregen. Maar dat is leuk met een infraroodcamera, want voor hetzelfde geld was dit uw woning waarbij je isolatie had aangebracht en was de isolatie naar de buren weggezakt. Dus achteraf kun je bijvoorbeeld ook heel goed zien, is het werk waarvoor ik heb betaald ook netjes uitgevoerd. Na de kierdichting rondom kozijnen. Dat is heel belangrijk als we kijken naar de zwakke plekken in een woning. Dan gaat het met name om de aansluitingen rondom je kozijnen op de constructie. Dus waar constructiedelen bij elkaar komen. En dan zie je vaak, zeg maar, op het moment dat daar bijvoorbeeld niet een goede kierdichting is, dat ook al heb je bij wijze van spreken nieuwe kozijnen, trippelglas. Op het moment dat de aansluiting op je gevel niet goed is, komt er even goed kou naar binnen. Dat zijn hele belangrijke details waarbij je eigenlijk met een kleine inspanning, relatief zeg maar qua comfortverbetering, grote winst kunt halen. Hetzelfde als je kijkt naar de naad- en kierdichting bij draaiende delen van kozijnen. Heel vaak thuis oude kozijnen, draaiende delen, en we hebben allemaal van die rubberen kaderprofieltjes die ervoor moeten zorgen dat op het moment dat je kozijn dicht doet, dat die ook goed afsluit. Maar ja, na 30, 40 jaar kan het zijn dat die rubbertjes niet meer zijn wat het vroeger was. En waardoor eigenlijk in de winter heel veel kou zeg maar naar binnen kan komen, waardoor ten eerste warmte ook verloren gaat, maar daarnaast ook comfortklachten kunnen voortkomen, doordat je geen goede kierdichting hebt. Een voorbeeldje van de afgifte van je verwarmingssysteem. Dus op de foto bijvoorbeeld rechts zie je een radiator met een heel dun gordijntje ervoor. En dat gordijntje, dat is schrik niet, de radiator heeft een temperatuur van ongeveer 60 graden. En de temperatuur op het gordijn gemeten is 21,5 graden. Dus er wordt bijna 40 graden aan warmte geblokkeerd door je gordijn. Inkorten die app dus. Ik weet, moet je misschien met je vrouw thuis bespreken, want het is een gevoelig onderwerp. Maar als je kijkt naar de warmteafgifte van je radiatoren, is het natuurlijk veel beter om die helemaal vrij te houden. En zelfs zo'n heel dun gordijntje houdt dan ook warmtestraling tegen. Hier zie je bijvoorbeeld, de radiator die heeft een temperatuur van bijna 58 graden. En de temperatuur zeg maar, van de binnenmuur is een 33,3 graden. Dus warmte
of je vervangt de massa van je muur. Dus met toepassing van bijvoorbeeld een simpele radiatorfolie. Met de infraroodcamera kan je heel leuk laten zien of dat dan ook werkt. Kun je laten zien wat het effect is bijvoorbeeld van een radiatorfolie. Je ziet hier de temperatuur op de radiatorfolie. Bijna, of ja, 31,8 graden. Trek je die radiatorfolie weg en dan kijk je de temperatuur van je binnenmuur. 22,8 graden. Dus die folie doet ook echt wel zijn werk. En dan hebben we het nog over isolatie. Je kunt natuurlijk je gevel isoleren en er zijn isolatiebedrijven aanwezig. Dus ik ga niet te veel in op de verschillende materialen en dergelijke. Anders maak ik al het glas voor iedereen's voeten weg. Maar je hebt eigenlijk bodemisolatie en vloerisolatie. Bodemisolatie is er met name voor bedoeld. Op het moment dat je bijvoorbeeld heel veel vocht hebt onder de vloer. En daar hebben we heel veel woningen van in de gemeente. Op het moment dat je een hele hoge luchtvochtigheid hebt onder de vloer. En indirect ook een hoge luchtvochtigheid in huis. Dan is bodemisolatie eigenlijk een soort van bodemafsluitende laag wat je aanbrengt. Als je kijkt naar thermisch comfort is het altijd het beste om direct tegen de onderkant van de vloer te isoleren. En een bodemisolatie, de laag op de bodem die isoleert bijvoorbeeld wel. Dus in de praktijk worden vaak een 30, 35 centimeter aan isolatie ingeblazen. Alleen op het moment dat die luchtlaag erboven wordt geventileerd, dus zal die voor het thermische effect van je vloer niet heel veel kunnen doen. Een lagere luchtvochtigheid is natuurlijk wel minder energie nodig om op temperatuur te krijgen dan hele vochtige lucht. Maar een bodemisolatie is met name voor bedoeld om de dampspanning in je kruipruimte omlaag te brengen. Eigenlijk de meest toegepaste materialen, die kunnen jullie straks ook bij de meeste bedrijven wel bekijken. Maar vaak wordt het in een laag van 30 centimeter isolatiechips of kunststofschelpen ingeblazen. Maar je hebt bijvoorbeeld ook nog bodemfolies en andere materialen. En het werkingsprincipe is eigenlijk van de meeste materialen hetzelfde. Vocht, het condenseert eigenlijk in de laag met bijvoorbeeld isolatiechips of schelpen. De vocht condenseert in die laag, waardoor de luchtlaag erboven droger wordt. En die drogere lucht krijg je indirect in huis. Met een bodemfolie precies hetzelfde. Vocht condenseert tegen de onderkant van de folie, waardoor de luchtlaag erboven weer droger wordt. Bodemisolatie. Vloerisolatie, heel belangrijk eigenlijk met houten vloeren. Want daar gaat het met vloerisolatie nog wel eens mis. Op het moment dat je een houten vloer wil isoleren, is het heel belangrijk dat het vochtgehalte in het hout lager dan 20% is. Op het moment dat het vochtgehalte hoger is, heb je hele grote kansen. Nou ja, op het moment dat je dan gaat na-isoleren, dan verandert eigenlijk in één keer de vochtigheid in het hout en de temperatuur, waardoor hout gaat werken. Dus vandaar is een vochtgehalte van onder de 20% heel belangrijk. Op het moment dat je erboven zit, moet je dus eerst iets aan het vochtgehalte gaan doen in je kruipruimte. Nou, ook voor vloerisolatie heel veel verschillende materialen en producten. En in principe kun je met ieder materiaal een gelijke isolatiewaarde halen. Alleen niet ieder materiaal heeft dezelfde isolatiewaarde. Dus van het ene materiaal heb je een dikkere laag nodig als van het andere. Maar in de praktijk kun je met ieder materiaal richting dezelfde RC-waarde komen voor je vloer. Als we kijken met de infraroodcamera, dan merken wij in de praktijk ongeveer bij een betonnen vloer vaak een temperatuurstijging van 1 tot 2 graden in temperatuur in een voor- en na-situatie. En met een houten vloer zitten we vaak rond, kan hij dus nog een stukje oplopen en kom je het ongeveer soms tegen tussen de 4 à 5 graden zelfs, of tot de 4 à 5 graden. Maar ook geheel afhankelijk natuurlijk per woning. Maar het is in de praktijk wat het meeste tegenkomen. Even kijken hoe ik qua tijd zit. Moet doorklikken. Belangrijk aandachtspuntje. Koude infiltratie via nadenkieren. Dus we hebben allemaal helemaal mooie plinten. Met name bij houten vloeren. Dit was bij iemand thuis die had heel veel last van tocht. Nou, dat kwam mooi achter de plinten. Vanuit de kruipruimte achter de plinten langs de woning in. Maar dat is ook weer iets wat je met een infraroodcamera heel mooi in beeld kunt brengen. Dus heb je ook comfortklachten in huis en dergelijke. En weet je eigenlijk niet waar het vandaan komt. Met een infraroodcamera breng je het heel mooi aan het licht. Leiding doorvoeren onder je keuken. Er is een vrouw die had al heel lang last van tocht bij de keukenkastjes. Tijdens het koken. En je komt met de infraroodcamera binnen en je ziet het meteen. Dakisolatie. Ook een voorbeeldje van een voor- en een na-situatie. Dus je ziet aan de rechterkant de foto waar isolatie is aangebracht. Nou, dat is de temperatuur op de isolatie gemeten, ongeveer de kamertemperatuur. Dus we hebben daar gevraagd, dat was in de situatie om 22 graden te stoken. Maar je ziet dat het ongeïsoleerde dakbeschot zo'n 15 tot 17,5 graden is. Dus in de praktijk een temperatuurstijging van ongeveer 3, 4 graden. Wat je met een dakisolatie kunt realiseren. Dakisolatie kan ook vaak misgaan. Dus denk erom, als je gaat isoleren, dat je de juiste constructieopbouw hebt. Dus toepassing van je folie is heel belangrijk. Dampremmend of damp open.
En vraag daar ook goed advies over. Dus er zijn voldoende bedrijven in de zaal om jullie er ook goed over te adviseren. Dat je niet fouten maakt die al heel veel andere bewoners hebben gemaakt. En naast energie besparen, bijvoorbeeld met isolatie, liggen er ook nog heel veel kansen om energie op te wekken. En nou, er zijn heel veel installatiebedrijven aanwezig die zonnepanelen leveren. Dus ik zal hier niet al te diep op ingaan. Het is eigenlijk meer wat ik heel belangrijk vind om nog even mee te geven. Er is een stimuleringsregel, of geen stimuleringsregel. Er is een regeling waarbij je nu als particulier kunt aanmelden als ondernemer. Waardoor je de investering, als je kijkt naar de investering, de BTW kunt terugkrijgen. Dat maakt de investering in zonnepanelen behoorlijk interessant als je kijkt naar de terugverdientijd. Vraag de bedrijven er even naar, die kunnen u er alles straks over vertellen. Subsidieregelingen. In de gemeente Waterland is geen subsidie. Maar als we kijken naar de provincie, er is een provinciale regeling. Die vraagt ook meteen wel heel veel. Er zitten ook wel een aantal randvoorwaarden aan vast. Er is een, dit zijn echt voor de mensen die het behoorlijk wat willen doen thuis. Energie-neutrale renovatie kunnen maximaal €7.000 voor ontvangen aan subsidie. Dat houdt in dat je zelfvoorzienend wordt qua verwarming en warmte tapwater. En voor een 0 op de meter renovatie kun je maximaal €10.000 subsidie ontvangen. Dat houdt in dat je zelfvoorzienend moet worden voor verwarming, warmte tapwater en een stukje elektriciteitsopwekking. En er is een pilot, mochten er mensen van een VVE in de zaal zitten, er is een pilot voor energieadvies bij VVE's. Je kunt je daarbij voor aanmelden bij Jaap de Wit van Inspiratie. Dus vanuit de regio zijn er een aantal scans verloopt en als VVE kun je daarvoor aanmelden om daarvoor in aanmerking te komen. Dit was in een notendop best wel veel informatie. Aan wie mag ik het stokje overdragen? Nou, mijn naam is Geer Hofman van Marken en ik ben een van de mede-initiatiefnemers van de zonnecoöperatie die wij hebben opgezet op Marken. Ik ben al jaren bezig om het te verdiepen in schone energie. En ik weet ook hoe belangrijk dat is en wat voor problemen we daarmee krijgen als we daar niet naast de stappen gaan ondernemen om er wat aan te doen. En al jaren terug had ik dat probleem al van, ja, er moet toch iets gebeuren. En op Marken heb ik toen een groot loofstalbedrijf gezien waar ik 's middags langs liep. En de zon die scheen daar prachtig op, het hele dak, dat was één reflectie van het zonlicht. Ik denk, dit is het, hier moeten we wat mee kunnen, verdorie, dat is prachtig. Want het probleem met de Marken is dat een hoop mensen wel zijn die best zonnepanelen willen. En die hebben het ook gedaan, die het mochten doen. Zoals in de nieuwbouw. Maar in het oude dorp, ja, dat mag het niet, want het is beschermd dorpsgezicht. Nou, ik ben bij die boer binnengestapt. En die voelde er ook direct iets voor. Want dan zit ik loop zelf al jaren met het gevoel van, ik moet er iets mee kunnen voor mijn eigen bedrijf. En zodoende hadden we het licht op groen om er weer verder te gaan. Ja, en hoe verder? Ik was helemaal alleen en toen heb ik ook wat mensen aangezocht van die me zouden kunnen helpen. De Eilandsraad van Marken. En uiteindelijk ben ik ook terechtgekomen bij de Stichting Duurzaam Waterland. Nou, dat was ook een hele gelukkige treffer. Want die hebben me inderdaad geholpen om daarmee verder te komen. En die hebben me weer in contact gebracht met Zon op Nederland. Dat is weer een stichting die zich beijvert om het te stimuleren van zonnecoöperaties. En daar zijn we heel blij mee geweest. Want zo is het langzamerhand op poten gekomen. En na een studie bleken we ongeveer, 437 panelen op de dak kwijt te kunnen. En er zijn er 175 van de boer zelf. Die runt zijn hele bedrijf daarmee, qua elektrische voorzieningen. En 262 hielden we erover voor de mensen op Marken. Nou ja, toen hebben we een mooi foldertje gemaakt, overal rondgestuurd. En gezegd, nou, dat is dan de afsluitingsdatum dat we ze binnen willen hebben. En tot onze verbazing, binnen 3 weken waren we die 262 panelen kwijt. En ik moet zeggen, wat ook een leuk aanbod hoor. We hebben een hele goede aanbieding gekregen van zonnepanelen, niet al te duur. We hebben hulp gekregen van de gemeente Waterland met adviezen, ook van de welstandcommissie. Die wordt vaak gezien als een tegenstander. Nou, in dit geval hadden we een medestander. We hoefden geen lesjes te betalen. We kregen subsidie van de Stichting Duurzaam Waterland. En kortom, we kregen allerlei hulp. En we waren ook een van de eerste die daarmee bezig waren. We hebben contact gehad met de Belastingdienst, hoe moet het allemaal precies. En uiteindelijk zijn we er toch uitgekomen. En hebben gebruik kunnen maken van de postcode-regeling. En dat houdt in dat je dus lokaal dan energie gezamenlijk mag opwekken. En daar krijg je dan een kleine subsidie voor. En dat doet de overheid door middel van een korting op de energiebelasting. Dus we krijgen een korting op de energiebelasting van 9 cent.
En met die panelen wekken we natuurlijk elektriciteit op. En per kilowatt krijg je ongeveer 6,5 cent. Dus als je dat bij elkaar optelt, dan kom je op 15,5 cent kilowatt prijs die wij dan krijgen voor onze elektriciteit. Nou, en daar zijn we dus gaan rekenen. En toen kwamen we toch met al die subsidies en die hulp die we hadden, dat we eigenlijk die overheadkosten zo laag mogelijk konden houden, kwamen we op een heel leuk rendement. En dat ga ik niet allemaal vertellen, maar dat komt er eigenlijk hierop neer, dat het geld wat je investeert in die panelen, daar heb je er binnen 7,5 jaar heb je er terugverdiend. Nou, dat is geweldig. Want die panelen, die gaan misschien wel 20, 25, 30 jaar mee, we weten het niet. Dus na die 7,5 jaar is het allemaal schoon en winst wat het ding produceert. Dus het is een heel mooi rendement wat we daarmee kunnen realiseren. En daarom hadden we ook heel snel een hoop mensen die daar aan mee wilden doen. En niet alleen natuurlijk voor de centen, maar de meesten ook, die dachten ja, in deze wereld moet iets gebeuren, want zo kan het niet anders. En zo hebben we dan die omslag gemaakt. Nou, we hebben er een coöperatie voor opgericht bij de notaris. En de leden die panelen hebben, die zijn ook deelnemer in die coöperatie. Dus ze zijn eigenlijk mede-eigenaar van het hele project. En daarom moeten we nodig weer eens een keertje bij elkaar komen, zodat we een definitief bestuur kunnen kiezen. En we hebben ook in onze opdracht staan, niet alleen dat we dit proberen te realiseren, maar ook verder proberen uit te dragen. En eigenlijk het areaal te vergroten. En dan is het heel mooi als je natuurlijk op zo'n voormalig eiland woont. Dat is een mooi begrensd gebied. En daardoor kun je eigenlijk ook zeggen van jongens, kom op. Allemaal er tegenaan. En dan proberen we dat eiland, Marken, energie neutraal te krijgen. Texel is er ook mee bezig, wij kunnen dat ook. En daarom zijn we ook druk bezig dat verder uit te leggen. En we hebben inmiddels al met de school zijn we in onderhandeling. Die al toestemming gegeven om ermee verder te gaan. De gymzaal van de gemeente, daar zouden we op kunnen verder borduren. En sinds kort hebben we ook alweer een contact gehad met Deen, de supermarkt. En die heeft ook toegezegd dat ze hun medewerking willen verlenen. Dus we zijn lekker aan het uitbouwen. En we proberen daarmee verder te gaan. En wat dat betreft moet ik zeggen, is het erg succesvol. En zijn we blij dat we ermee gestart zijn. Want het loopt als een trein. En het voelt heel erg goed dat je die eigen energie opwekt. Hier wil ik het bij laten. Mijn naam is Richard van Montfand. Ik wilde graag wat gaan vertellen over het Broeklab. Net als in Marken zijn in Broekwaterland ook allemaal ideeën. We hebben er weer net weer op een iets andere manier een vorm aan gegeven. Wat er bij ons aan de hand was, een groepje mensen sprak elkaar vaak op allerlei gezellige borrels en andere dingen. Zeiden als we nou eens dit, als we nou eens op boerendaken dat, als we nou eens met elektrische auto's zus en zo. En het bleef eigenlijk altijd bij ideeën en gezellige kletspraten. En toen dachten we, ja, dat kunnen we nog een tijdje volhouden of we kunnen er echt wat mee gaan doen. Toen hebben we gedacht, nou, dan moeten we eigenlijk daar wat mee gaan doen. Dus hebben we met een man of 4, 5 zijn we aan de slag gegaan en hebben we daar geprobeerd een vorm aan te geven. Oh, volgens mij. Ja. Dus wat we hebben bedacht is eigenlijk een manier om daar iets mee te doen met die ideeën. Nou, het gaat eigenlijk om ideeën rondom allerlei duurzame onderwerpen. Over energie, vervoer, voeding en zorg. Nou, eigenlijk heel veel wat je kan bedenken. Het is heel breed. Het idee is, ja, we kunnen daar heel lang over praten. Maar eigenlijk moet je een soort idee pakken. En dan moet je wat mee gaan doen. En dan daar moet iets mee gebeuren. En in die volgorde. En het gaat eigenlijk altijd in de avonduren en de weekenduren. Het zit er altijd een beetje bij, maar ja, als je niks doet, dan gebeurt er ook niks. Het idee is van ja, als je een beeld hebt waar je zou willen dat het heen gaat, moet je gewoon hele kleine stapjes zetten daar naartoe. Dus als je denkt, alle auto's moeten elektrisch zijn, nou begin dan eens met 1 en dan 2 en dan 3 en dan groei je die kant op. Of als je denkt van we moeten de kabel naar de NUON doorknippen, want we moeten gewoon alle energie helemaal zelf opwekken, dan moet je beginnen met een paar daken en een paar boerendaken en dan misschien uiteindelijk doet iedereen mee. Maar het gaat erom dat het een idee heeft in de richting en dat je echt ook stapjes zet daar naartoe. Dus het is heel erg testen en proberen en doen. En dan komen we elke 2 maanden ongeveer komen bij elkaar in het Broekenhuis. En dan vertellen we wat er is gebeurd sinds de vorige keer. Dus iedereen die zo'n groepje heeft bedacht en geleid, die zegt, nou, dit heb ik gedaan, dit is mislukt. Dit ging eigenlijk ook niet zo goed en dat is wel gelukt. En soms wordt zo'n initiatief dan weer gestopt en soms gaat die door. Dan zijn we blij met wat er is gelukt en dan balen we als het is mislukt. En soms had iemand geen tijd, omdat we ook allemaal daarnaast aan het werk zijn. Dus het is heel erg ondernemend, echt een beetje testen wat kan. Ik zal zo net wat voorbeelden laten zien.
de kracht van het lokale. Het is gewoon, gaat echt om boek. Maar het idee is wel, als het werkt, dan wil ik het heel graag delen met anderen. Maar in principe gaat het gewoon om de eigen straat en het eigen dorp om daar op te richten. En dus elke twee maanden sinds de zomer. De verschillende voorbeelden wat er nu is gebeurd. Een van de ideeën was geweest van laten we in plaats van marsen met de rust appels eten. En dat het liefst van bomen die bij de voetbal naast het veld staan. Nou, is één groepje geweest dat daarmee aan de slag gegaan. 13 of 14 december geloof ik, gaat nu de schop in de grond. En hoeveel bomen worden er geplaatst? Nu 40 en dat is het begin van... Nu 40. Het wordt heel professioneel aangepakt. Er komen ook echt een hoop appels op af. Het is een mooie opening. Iedereen die wil komen, dat zit er gewoon voor een appeltaartwedstrijd bij. De bedoeling is om gezond te gaan eten tijdens de rust. Een andere is elektrische deelauto. Het idee is om te zeggen van, er staan heel veel auto's stil. Er zijn vaak tweede auto. Nou ja, dat blik dat staat maar gewoon op straat. Waarom eigenlijk? Als je gewoon minder auto's met elkaar deelt, dan kan het ook. En het zou mooi zijn als ze dan ook nog elektrisch zijn. Dus we zijn begonnen met één elektrische deelauto. Hopelijk gaan we dat binnenkort uitbreiden. Er wordt lekker goed gebruik van gemaakt. De teller staat al op 4. Dat zijn namelijk de auto's die niet zijn aangeschaft of die zijn verkocht. Nou, en mensen wennen eraan. Mensen worden steeds enthousiaster. Dus dat gaat de goede kant op. De andere is een zelfoogsttuin. Die wordt op dit moment opgezet. Dus dat is een plek waar met veel begeleiding groente wordt verbouwd. Waar je een abonnement op kan nemen. En dan kan je met je kinderen of met je familie daar gaan oogsten. En dan weet je dus dat je daar altijd een stuk van je eten vandaan kan halen. Met het abonnement. Schooltuinen zijn gemaakt in Broek. Als je vanaf hier naar Broek rijdt, net voor het dorp aan je rechterkant, kan je het hoekje zien. Een van de boeren Niels Spaans heeft een stukje land afgestaan. We zijn heel veel bezig met zonnepanelen op dit moment. Dus... We zijn graag aan het afkijken bij marken. We hebben ook het financiële model al gezien en de presentaties en de spullen. Het idee wat we daar eigenlijk hebben is, er zijn heel veel mensen in de oude kern, maar ook in de nieuwe huizen, die geen zonnepanelen kunnen of willen hebben. Voor degenen die het wel kunnen, die willen we graag helpen om ze op het dak te leggen. Als ze het niet kunnen, dan zijn er ook boeren daar nog in de omgeving die we zouden willen gebruiken. Op de school zouden we het ook niet willen leggen. Dus we willen eigenlijk mensen de keuze gaan geven. Je mag kiezen tussen vier dingen. Of je vindt zonne-energie niks. Nou, dan zullen we je verder niet meer storen. Of het kan op je eigen dak. Nou, dan helpen we je. Dus met mensen van Sungevity, die werken mee samen. Die staan achterin de zaal. Daar zal ik zeker nog iets meer over vertellen. Of zeg je, niet op mijn eigen dak, maar ik vind het prima bij een boer. Ook heel goed. Of ik wil best mee helpen om panelen op de school te leggen. Dus dat zijn de vier smaken die we aan het doen zijn. Weer met als insteek van, we willen eigenlijk dat iedereen alles op zonne-energie of windenergie doet. Dat kunnen we niet meteen morgen regelen, maar de weg naar naartoe kunnen we beginnen. Bloemenlint, door het dorp heen zijn stukken van de berm, is een bloemenlint van gemaakt door bloemen te zaaien. Dat soort. Dus van alles door elkaar heen. Dit is mijn laatste ding. Als jullie mee willen doen, heel erg graag. Met een paar onderwerpen kan dat. Wat ik net zei, zonnepanelen thuis bij de boeren of op de school. De mensen van Sungevity die staan achter in de zaal. Die hebben voor vanavond, moet je corrigeren als ik het niet goed zeg, volgens mij 2000 huizen in de gemeente Waterland bekeken. En daarop geprojecteerd of het mogelijk is om daar zonnepanelen op te leggen. Dus ze hebben een steentje daar ook. Iedereen die in de gemeente woont, waarschijnlijk zijn dat er heel veel. We kunnen even daar gaan checken van, is mijn huis geschikt daarvoor? Als het goed is, dan is uw huis ook gescand daarvoor. Dus, ja? Bij de boer, in ons standje bij de deur van Broekklap. Als iemand mee zou willen doen met panelen om op een boerendak te leggen, of omdat ze misschien te laat waren in marken, of überhaupt het een goed idee vinden, laat alsjeblieft je naam achter. We zijn bezig met een 5, 6, 7 boerendaken in Broek. Die ook met zo'n postcode roos waarin je mee zou kunnen doen, ook als je in een aanpalende postcodegebied woont. Dus laat graag je naam achter als je mee wilt doen. We zoeken nog mensen. De zelfoogsttuin in Broek en Waterland zoekt ook nog participanten. Laat het ook graag weten als je daar mee wilt doen. De deelauto rijdt al een tijdje. Er kunnen altijd extra participanten bij. Dat is met name vanuit Broek. Dus kom graag langs. We staan in de hal.
Ik ben Johan Hoijers van Stichting Duurzaam Waterland. We zijn als Stichting Duurzaam Waterland alweer een jaar of vier actief in Waterland. En eigenlijk vanuit een hele luxe positie, moet ik eerlijk zeggen. Want wij mogen heel veel geld hebben we mogen uitdelen. En velen, ook hier in de zaal denk ik, hebben terecht de weg naar ons gevonden. Wij mogen dat geld uitdelen van... Nee, niet van Arnold Schwarzenegger. Maar ik heb me toch neergezet, want ik vond het wel heel leuk. We hebben eigenlijk een Terminator nodig. Maar Arnold Schwarzenegger, die gaat dat niet worden. Hij had wel gewild, maar hij heeft toch het licht gezien. Want zo ziet hij er nu uit. En hij is uitgenodigd in Parijs om samen met de paus onder andere... praten over het klimaatprobleem. Nou, Arnold Schwarzenegger is denk ik iemand die je echt niet van linkse hobby's hoeft te verdenken. Maar hij is wel bekeerd. Hij is gouverneur geweest natuurlijk van Californië. Nou, daar weten ze alles van de problemen met klimaatverandering op dit moment. En hij zegt, het debat is voorbij. We hebben nu de wetenschap en we zien de dreiging en het is tijd voor actie nu. Nou, ik denk dat ik daar niemand hier van hoeft te overtuigen en anders misschien ook wel, maar dan zou ik het graag doen. Wat ik mooi vind van Arnold Schwarzenegger, hij is niet de paus, want daar verwacht je natuurlijk wel een moreel praatje van. Maar hij zegt ook, het is ook een moreel probleem. En ik denk dat hij daar groot gelijk in heeft. En daar wil ook Stichting Duurzaam Waterland zeker de komende tijd ook aandacht aan besteden. Buiten dat we wat geld uit te delen hebben. Nou, we zijn dit plaatje is vrij recent, maar wij zijn begonnen ooit met coöperatieve windenergie. Waterland. Ik dacht in 1988 en eigenlijk was toen al duidelijk dat het klimaat een probleem zou worden. Dus we hebben eigenlijk, we zitten nu 27 jaar later denk ik en eigenlijk merk je nu pas de urgentie en dat is eigenlijk heel erg natuurlijk. Ik laat dit plaatje zien wat we een voorbeeld Stichting Duurzaam Waterland gedaan heeft. Dit is eigenlijk geen mooie scherpe foto, maar ik kon geen betere vinden. Ik kon wel scherpere foto's vinden. Maar niet die zo mooi laten zien waar het hier om gaat. U ziet hier het bord weer in Volendam. Dat is een nieuwe school. Dat is eigenlijk pas een half jaar geleden in gebruik genomen. Niks aan te zien eigenlijk. Maar er is iets bijzonders mee. Hierachter is een veldje. En dat zie je eigenlijk net deze foto het aardigst. Daar heb ik deze genomen. En daar ligt een captatienet, warmtewinning, buizen in de grond. In combinatie met... hele kleine mooie collectortjes, daarom zag u ze ook net niet op de foto, op het dak. En daardoor is die school nu gastvrij. Dus hier ziet u de twee wethouders van Volendam die de gaskraan aan dit draaien zijn. Dus Lara, misschien sta je ook nog eens zo mooi op de foto. Dit is een voorbeeld van wat we als Stichting Duurzaam Waterland in Volendam hebben kunnen realiseren. Dankzij een bestuurslid van ons die daar ontzettend hard aan getrokken heeft, maar een prachtig voorbeeld van dat het kan, dat je een gebouw gewoon van het gas af kan halen. Dit kent u allemaal wel, de panelen hier op het stadhuis. Ik wou hier toch nog even stil bestaan. 2 graden, dat is nu de limit, zeg maar. Hè. Dat is de drempel die we niet over moeten. Wordt gezegd. Nou, ook daar is discussie over. Van de week, eergisteren in de Volkskrant een artikel over die 2 graden, dat het eigenlijk een redelijk willekeurig getal is. En we weten eigenlijk dat 2 graden al een probleem gaat geven. Zeker in landen waar ze eigenlijk er niet zoveel aan gedaan hebben om zo ver te laten komen. Die zullen het eerste dupe zijn. Waarom laat ik dit zien? Om eigenlijk een beetje aan te geven hoe urgent het is. Als we doorgaan, en we zitten eigenlijk gewoon in deze trend, die trend is nog niet gebogen, dan zitten we al heel snel aan die tax voor 2 graden. En wat daarboven gebeurt, ze weten het eigenlijk al niet eens met die 2, maar wat daarboven gebeurt, dat is helemaal niet te overzien. Dus er wordt ook eigenlijk gezegd, dat moeten we kosten wat het kost voorkomen. En dat... dan hebben we het dus niet over terugverdientijden en zo, maar dan is het kosten wat het kost. Dat is een heel ander verhaal. Dit is nog zo'n plaatje. Nou ja, u begrijpt wel dat we dit moeten hebben, maar we zitten nog steeds op die koers met z'n allen. Maar de hele wereld, toch? Te veel mensen enzovoort. Het probleem
zit toch in die 20% van de mensheid die eigenlijk 80% van de uitstoot veroorzaakt. Dus het is wel degelijk een probleem van het Westen, het rijke Westen denk ik, in eerste instantie met de tijd die we hebben, om hier heel hard aan te gaan werken. Nou, hier ziet u dat nog eens terug. Zo ziet de wereldkaart eruit. Als je de ecologische voetafdruk zou meerekenen, dat betekent dat Afrika heel klein is opeens. En de donkerrode landen he, met de meeste uitstoot. Dus daar moet het toch wel vandaan komen. We kunnen het niet afwentelen op de ontwikkelingslanden. Die moeten we ook hun stukje ontwikkeling gunnen. We zijn nog steeds bezig. Ik liep gisteren in de stad bij de klimaatparade en toen zag ik ongeveer zoiets als dit. Onbeperkt alles. Dat is nog steeds wat de reclame ons steeds voorhoudt. We moeten het internet leegtrekken. Waarom? Omdat het kan. Staat er op zo'n bord. Ik, ja, waar zijn we mee bezig? Dat is toch nog steeds de heersende trend. En dat is eigenlijk heel verontrustend. Dus hoe gaan we dat keren? Ik dacht, van, misschien moeten we met z'n allen hier, en eigenlijk vind ik dat heel mooi als we al die praatjes horen, we moeten met z'n allen een soort nieuw kundegedrag gaan genereren. Zodat we inderdaad niet het gevoel hebben van, jeetje, als ik iets doe, steek ik mijn nek uit. Maar als ik iets doe, dan vind ik andere mensen die het ook doen. En we hebben het goed met elkaar. En we gaan de andere kant op. Ik heb hier een agenda van Urgenda. Urgenda kent u natuurlijk allemaal wel, van het proces. Maar goed, die zijn heel goed bezig. Dus ik dacht, nou, dat is ook een heel concreet iets, dat willen wij als Stichting Duurzaam Waterland ook mee aan de gang. Anders wonen, nou dat is iets waar we vanavond al heel veel over kunnen gaan zien. Anders van A naar B, anders eten, anders produceren en anders energie opwekken. En dat zijn niet allemaal makkelijke verhalen, het zijn ook niet altijd allemaal succesverhalen. Als we naar de vorige plaatjes kijken, dan weten we dat het ook pijn zal doen. Dat het niet alleen maar joegij is, we gaan leuk duurzaam, maar het gaat ook gaat ons wat kosten. Dus een Terminator zit er helaas niet in voor ons. Dus we zullen het zelf moeten doen. En daarom nodigt Duurzaam Waterland u uit om bijvoorbeeld, dat is een van de speerpunten komende tijd, we willen een aantal mensen in Waterland helpen, zowel wat kennis betreft als financieel, om uw woning F0 te maken. En met F0 bedoelen we fossiel nul. We willen gaan proberen, ja, door middel ook van deze avond bijvoorbeeld mede te organiseren, maar ook nog in de toekomst andere plekken te maken waar we elkaar kunnen ontmoeten en elkaar kunnen in beweging kunnen brengen. Het gaat ook over studie, bezinning en voorlichting. Er zou ook nog onderwijs bij moeten. En sociale cohesie, want dat is ontzettend belangrijk als het om de toekomst gaat. Zoeken naar een nieuw kundegedrag en we willen natuurlijk de collectieve aanpak van duurzame energie. Zoals Broeklab en Waterland, Groen Waterland is me bezig, dat willen wij natuurlijk financieel blijven ondersteunen. Dank u wel. Nieuwe kudde, dat zijn wij, Groen Waterland Energiecoöperatie. We zijn anderhalf jaar geleden ongeveer gestart. Meer vanuit de vraag, hoe kunnen wij direct bijdragen aan het verduurzamen van... aan de regio. En niet alleen wij, maar ook de lokale inwoners daarbij betrekken. Ik ga gewoon in ieder geval duurzaamheid laten werken, dat is onze slogan. En dat wil zeggen dat de impact moet gelden voor zowel de inwoners en de economie moet geld opleveren en onze omgeving natuurlijk. Het doel is uiteindelijk het streven naar een energie-neutrale gemeente. En daarvoor hebben we drie pijlers opgezet. De eerste is natuurlijk energie besparen, zelf energie opwekken. En als derde energie afnemen. En dat is nieuw in de gemeente.
Ten eerste besparen. Nou, er zijn een aantal dingen langsgekomen. We werken samen met in GroenWaterland met diverse partners. Onder andere Waterland installatietechniek. Zij noemen bijvoorbeeld zonneboilers. We hebben een eigen installatiebedrijf voor zonnepanelen. We hebben een paar hele mooie pakketten samengesteld. En wij adviseren mensen om in ieder geval bij ons of bij Sunforce of bij Waterland Solar informatie in te winnen als zij zonnepanelen willen. We kunnen vrijblijvende offerten maken en adviseren wat wel te doen en niet te doen, afhankelijk van de energiebehoeften. En daar bekijken we heel erg goed wat de investeringskosten zijn, maar ook de terugverdientijd. Dat is toch heel belangrijk. Naast de zonnepanelen en de zonneboiler hebben we ook de warmtepomp. In ieder geval voor ons is de hybride wel heel handig. Het is toepasbaar in bijna in elk huishouden. En daarmee dringen we in ieder geval het gasverbruik terug. Het is redelijk betaalbaar. En de warmtepomp zelf is nog behoorlijk in ontwikkeling. En daarmee bespaar je dus behoorlijk wat energiekosten. En dan het Waterlands Energiebedrijf. Dat is een unicum. Wij mogen energiecontracten mogen wij verkopen aan zowel particulieren als bedrijven. Het is groene energie, 100% lokaal opgewekt. Onder andere windmolens, ook bij de dijk, hoewel die hun contract verkopen aan de WindUnie, komt het weer bij ons terecht. En de windmolens aan de overkant, die je ook ziet bij Almere, die horen er bijvoorbeeld ook bij. Het heeft heel veel voordelen. Wij houden het geld binnen de regio. Dus alles komt in de coöperatie. We hebben geen winstoogmerk. En er is ook een bestuur aangesteld om daarover te oordelen. En met elkaar proberen we dus de regio te verduurzamen met die opbrengsten. Even kijken, als je afneemt, dan word je ook mede-eigenaar van in ieder geval onze lokale Waterlands Energiebedrijf. Dat betekent dat aan het einde van het jaar, als er dus winst in het potje zit, dat iedereen daaraan mee profiteert. Dus we kunnen met elkaar bepalen, gaan we bijvoorbeeld mee met ideeën van Broeklab? Hebben we zelf ideeën om in te investeren? Of geven we de leden een kleine korting op de energierekening? Dus alles is mogelijk. De energie zelf wordt geleverd door de Duurzame Energie-Unie. Wij zijn een coöperatie onder hun coöperatie. En bij verlies? Kan niet. Nee, er is geen verlies. Dus we krijgen een vergoeding per aansluiting. En dat is gewoon vast. En zij maken ook winst door zich te begeven op de energiemarkt. Dus wat ze over hebben aan duurzame energie verkopen zij. En dat stroomt ook weer terug in de coöperatie. Verder zijn het voordelige tarieven. Het is goedkoper dan de nieuwe. We kunnen ook lokale energieinitiatieven opstarten. We zijn bijvoorbeeld met de gemeente bezig om te kijken naar het plaatsen van zonnepanelen op de brandweerkazerne in Broek. Daar kunnen we ook mooi aanhaken bij Broeklab bijvoorbeeld, de initiatieven. We hebben al een bestaande coöperatie, we mogen coöperaties eronder ook vastleggen. En daarmee kunnen we eigenlijk de impact binnen de regio ook weer vergroten. Net als andere energiemaatschappijen hebben we ook variabele contracten. Ze zijn maandelijks opzegbaar, maar ook vast 1 tot 3 jaar en voor grote gebruikers wordt het op maat gemaakt. Dit zijn onder andere de andere partners die meedoen. Van grote jongens zijn de WindUnie, Eneco, ook Texel Energie zit erbij, maar Zeewind, Kennemerwind, dat zijn hele grote jongens. We staan achterin, mochten jullie vragen hebben over in ieder geval het afsluiten van een contract. Eventuele voorwaarden, die zijn er bijna niet. We hebben ook visitekaartjes of gewoon een flyer die je mee kan nemen en je kan ons altijd. Ja, ik ben het helemaal met u eens. En de windmolens in Waterland zijn ook een voorbeeld voor een heleboel andere initiatieven in Nederland. Goeiedag meneer. Wouter Terpstra, omroep BIM. U bent? Sander van der Maat van Pleumes Isolatie. U heeft hier een prachtige stand. Wat wilt u helemaal laten zien hier? Kunt u iets vertellen?
Waar wij mee doen is alles qua energiebesparende maatregelen. Zoals u daar ziet is het spoomisolatie, vloerisolatie, dakisolatie, zonnepanelen, isolatieglas en ketels. Dus alles qua energiebesparende maatregelen bij een woning kunnen wij aanbieden. Iedereen heeft natuurlijk al lang dubbel glas, hè? Tenminste het meerderheid van de mensen. Wat is er echt nieuw voor mensen wat voor je interessant kan zijn? Qua glas gezien, nou, het glas wat wij aanbieden, dat is het isolatieglas. Dus dat is verbeterd dan wat eerst HR-plus glas was. Er zit dus een zwarte rand omheen, dat is een kunststof rand wat er nou omheen zit. Want aluminium glijdt veel beter dan kunststof. Plus dat het een vier seizoenen glas is. Dus in de winter en in het voorjaar laat het de eerste zonnestralen door. Zodat het lekker warm in de woning wordt. En wanneer het zomers warmer wordt, dus de UV-straling is hoger, houdt het dan meer buiten. Laten we even heen lopen, dan maken we even een shot daarvan. Hier zien we dat glas, als ik goed zie. Dit is dus die rand wat ten opzichte van haar plus glas beter is. Dus dat was eerst aluminium en is nu kunststofcoating gezet of een kunststofrand omgekomen. Ziet u ook in deze dat dit een luchtventilator is, hè? Ja. Maar er loopt altijd een warme lucht uit, denk ik. Kan dat ook anders? Nee, kijk, zoals u ziet, een woning moet altijd geventileerd worden. Want isoleren betekent ook ventileren. En dat kan men nooit tegen. Een woning moet altijd geventileerd worden, want anders krijgt men last van schimmels en vocht in de woning. Dus dat zal er altijd blijven. Dat houden we gewoon. Wat zien we dan hier nog voor elementen? Dat zijn de verschillende roosters die we hebben. Kijk, hier heeft u dus bij dikke glas te maken. En dat zijn alle roosters die we toe kunnen passen. Hier ziet u de afstand er allemaal van. Kijk, zoals deze is voor dit glas. En dat is deze afstand. En dat zijn gewoon de verschillende roosters die daarvoor zijn. Allemaal goed voor de isolatie. Nou, ook, ik zie hier ook isolatiemateriaal op de grond liggen. U heeft daar een mooi apparaat in gestoken. Wat is dat? Dat is een vochtmeter. Als men een woning een houten vloer heeft, mag daar niet te veel vocht in zitten. We zullen ook altijd een meting daarin doen. En als het niet kan, kunnen wij een ander product daarvoor aanschouwen. Zoals hier net is gezegd, dan heeft men nog een bodemisolatie. En dan ziet u achter u al liggen. Bij mijn collega zijn deze twee materialen, dat zijn voor bodemisolaties, meer vochtig onder de vloer is. Nou, het ziet er allemaal zeer professioneel uit. U bent er zeer van op de hoogte. Ik dank u. Ik hoop dat u zo meteen nog allerlei mensen kunt informeren. Maar de kijkers thuis zijn een stuk wijzer en ze weten u te vinden als nodig is. Helemaal goed. Bedankt. Dank u wel. Wat is het van het verhaal net? Ja, heel interessant. En ik wil er van alles aan doen, maar sommige dingen kunnen bij mij helemaal niet. Wat kan dan niet bij jou? Nou, ik heb van het voorjaar heb ik geprobeerd om zonnepanelen. En die kunnen geplaatst worden hoor. Ik kan er 10 kwijt, dan is het 5 aan iedere kant. Ja, hartstikke mooi toch? Ja, prachtig. Maar als er een beetje schaduw op 1 paneel valt, doen ze het alle 5 niet. Dan heb ik er dus niks aan. Nee, dat is niet echt handig hè? Nee. Maar dan moet je gewoon die boom wegkappen die voor je huis staat. Bomen kappen? Dan moet je wel de wethouder zijn. Bomen kappen! Ja, kiesafdeling. Nee, ik ben niet voor bomen kappen. Nee, maar serieus, dat is natuurlijk wel een issue. Niet iedereen kan dat dus. Nee. Maar dan hoorde ik net, dan kun je dus wel aansluiten bij de boer. Ja, nou, daar ga ik me dus nu op oriënteren. En misschien dat er ook wel andere aanbieders zijn die wel per paneel werken en niet allemaal alle 5 gekoppeld zijn. Nee. Dat zou een hele goede optie voor mij zijn. Mevrouw, wat bent u aan het oriënteren? Wat zegt u? Waarvoor bent u aan het oriënteren? Om een buitenmuur te isoleren. Kan deze meneer u helpen? Ja, hij geeft goede informatie. En waar denkt u aan? Wat zou er dan moeten gebeuren als u dat wil? Wat heeft u al gehoord? Nou, ik moet eerst weten of hij geïsoleerd kan worden, want het is een oude woning. En dan gaan we bellen. Graag leef deze. Dat is een hele goede vraag. Kan het wel? Wat kunnen mensen doen als ze dat willen weten? Het is natuurlijk afhankelijk van de spouwmuur. Dus als ze willen isoleren, dan bellen ze mij op en dan kom ik kijken. Ze hebben dan bijvoorbeeld een gaatje ingeboord en dan kijk ik met mijn spouwcamera in de spouw. Die kijkt dan zeg maar naar binnen toe en dan kan ik zien of de spouw schoon is en de dikte van de spouw. En als dat allemaal gunstig is, dan kan die gevuld worden met spouwmuurisolatie. Ja. We hebben natuurlijk alle huizen in Monnikendam. De oude huizen in het centrum, de nieuwbouw in de buitenwijken. Kunt u nou zelf zeggen dat in de nieuwbouw dat sowieso wel goed zit of dat ze daar wat moeten doen? Nou ja, nieuwbouwwoningen die zijn het allerbest geïsoleerd, dus daar hoef je eigenlijk niks aan te doen.
Dus het is eigenlijk meer woningen van voor 1980. Die zijn niet geïsoleerd. Hoe zouden we dat kunnen gebruiken? Woningen voor 1980 die kunnen zeker nog wat isolatie gebruiken. Dit is een isolatiewaarde van 2, RC-waarde van 2. Wat is dat, RC-waarde van 2? De nieuwbouwwaarde is ongeveer tegenwoordig 2,5. Dat moet een nieuwbouwwaarde hebben. Dus dit komt nog niet aan het nieuwbouwwaarde. Maar het is al wel een hele goede... Goed begin. Een goed begin. Nou, succes met klanten. Wat heeft u hier staan? Kunt u iets over zeggen? Ja, wij staan hier met isolatiematerialen. Op het gebied van het isoleren, daar kunnen wij iets betekenen in de klimaatproblemen. Er staan hier collega's met prachtige installaties. Maar je kan natuurlijk ook je energieverbruik naar beneden brengen door te isoleren. En dan met name, kijk, in de nieuwbouw gaat het allemaal goed. Daar liggen de eisen hoog en dat gaat allemaal prima. Maar, nieuwbouw na welke tijd? Nou, nieuwbouw vanaf 1990. Als je nog een woning hebt van na 1990, dan zit het allemaal wel goed. Maar de woningen ervoor, ja, er is nog heel veel te winnen. Er zijn er best wel veel in Monogram. Er zijn er best wel heel veel, dat klopt ja. Dus als je kijkt naar zo'n Marengouw bijvoorbeeld, hebben we prachtige systemen voor. Om ook van binnenuit isolatie aan te brengen. Waardoor je die zolderverdiepingen veel beter bruikbaar maakt, veel comfortabeler. Waardoor je je energieverbruik substantieel naar beneden kan brengen. En dat zijn gewoon mooie systemen die zichzelf gewoon terugverdienen. Dus wat dat betreft, dit is niet alleen een klimaatwinst, maar ook gewoon een financieel voordeel. Dus wat dat betreft leuk om hier te promoten. En eigenlijk is een bewoner van een eigen woningbezitter in de Marengouw die dat niet zou doen, is eigenlijk een dief van zijn eigen portemonnee. Hartstikke mooi. Maar even dan concreet, want ik heb een woning op de Fuik. Gewoon een standaard rijtjeshuis. Mijn dakinstallatie kan absoluut beter. Maar wat gaat u dan doen om dat te regelen? Wij zijn alle dakpannen eraf, dan wordt mijn hele huis gesloopt. Nou, jij woont dan waarschijnlijk in een rijtjeshuis. Klopt. Ja, dus het pannenniveau kun je niet alleen omhoog brengen. En je kan niet één woning en zeggen, ik ga dikke isolatie aanbrengen. Dus aan de buitenzijde wordt het lastig voor jou. Hebben we een systeem. Ik denk dat ze hier gepakt zijn. Dat breng je aan de binnenkant aan. Tussen de gordingen. De woningen op de Fuik hebben een gordingenkap. Tussen de gordingen kun je dit systeem aanbrengen. Dus aan de binnenkant wit geplastificeerd. Het is netjes. Minimale inspanning. Kun je substantiële verbeteringen aanbrengen. Dus netjes afgewerkt, netjes glad, goed onderhouden. Zeg, dit is een schuim. Thermisch een hele goede isolatie. Akoestisch, stel je voor je woont aan een drukke weg. Akoestisch is het... Ook geen geluidsbelasting dus? Nee, deze niet. Dan gaan we naar de wollen. De wol, die doen ook akoestisch. Hè, die vangt het geluid op en die dempt het. Dit komt zelf, dus een hard materiaal, dat komt in trilling. Geluid is trilling, dit harde materiaal komt in trilling. Het trilt gewoon door. Dus voor geluid, akoestische isolatie, een wol, een schapenwol, hoe duurzaam wil je het hebben, een vlas, allemaal hele groene materialen, hier nog een cellulose, is uit papier gemaakt, geweldig. Deze met name moet weer met akoestische isolatie. Wil je hier weer een hele goede thermische isolatie halen, dan moet je een hele grote dikte stoel. Die ruimte hebben we niet. Die ruimte hebben we vaak niet. Nee, klopt. Nou, hartstikke leuk. Nou, volgens mij hartstikke mooi materiaal ervoor. Ik dank hartelijk. Ik kom terug voor de afspraak. Nou, en succes. Mevrouw Bermet, wat is de aanleiding voor deze avond? Hoe is dit zo tot stand gekomen? Kunt u iets over zeggen? Ja, nou, wij willen als gemeente Waterland de gemeente grondig verduurzamen. En we hebben gemerkt dat er een heleboel particuliere initiatieven zijn van mensen, maar ook van bedrijven. En wij zien het als onze rol als gemeente om die initiatieven bij elkaar te brengen en om onze inwoners op de hoogte te stellen van wat er allemaal mogelijk is op het gebied van verduurzaming. Ja, want we hebben vanavond echt heel veel initiatieven gehoord, hè? Ja. Hoe blij wordt u daarvan? Nou, ontzettend blij. Ik ben echt heel trots op de gemeente Waterland. Want als wethouder hoef je het eigenlijk allemaal niet eens zelf te bedenken. Het gebeurt gewoon en de rol van de gemeente is dat we het mogelijk moeten maken. En dat doen we heel graag. Dus ik vind het echt super wat er allemaal gebeurt hier. We horen vanavond ontzettend veel over allerlei initiatieven. Maar ja, vanavond gaat voorbij en morgen gaat weer opnieuw door. Kunnen de bewoners van Waterland bij de gemeente terecht voor zeg maar continue informatie over wat mogelijk is en waar ze kunnen zijn, zoals een broeklab? Kan de gemeente daar een soort intermediaire rol in vervullen? Ja, natuurlijk. Dat zijn we natuurlijk altijd. Dus als er vragen zijn van inwoners, dan kunnen ze altijd de gemeente bellen. En dan kunnen wij doorverwijzen naar de betreffende initiatieven. En ik zou ook zeker eens een kijkje nemen op de websites van de diverse initiatieven. Want dan kun je ook heel veel informatie vinden.
En nou, voor uzelf persoonlijk, wat heeft u thuis voor klimaatneutrale toepassingen in huis? Nou, ik heb echt een ramp, want ik heb een huis uit 1980 en dat is eigenlijk net helemaal verkeerd. Want dat is jammer. Het is een beetje geïsoleerd, dus dan is het een hele toestand om het goed te isoleren. Als je bijvoorbeeld een lege spouwmuur hebt van een ouder huis, dan kun je het gewoon vullen met iets. Dat kan bij mij niet. Dus ik ben bang dat er bij mij echt grote ingrepen nodig zijn om het te verbeteren. Maar ik heb wel 20 zonnepanelen. En daar ben ik ook wel heel blij mee. Dat gaat lekker natuurlijk, hè? En zijn er nog, voor zover u weet, subsidiemogelijkheden? Weliswaar niet meer bij Stichting Huis en Waterland. Maar wel in de provincie of landelijk voor mensen die nou nog zonnepanelen willen? Nou ja, je kunt je BTW terugkrijgen die je betaalt via een bepaalde regeling. Dus op de uren, op de arbeid geloof ik, hè? Nee, op de hele... Ook op materiaal? Ja. En voor de rest is het volgens mij helemaal niet nodig dat je subsidie aanvraagt. Het is echt heel rendabel. Ik denk dat mijn zonnepanelen in 5 jaar terugverdiend zijn. Dat is lekker met 20 panelen. Nou, bent u een beetje blij met de opkomst vanavond? Ja, ik vind het heel leuk. Ik vind het ook super inspirerend. En nou, mooi dat zoveel inwoners net als ik belangrijk vinden dat we naar een betere wereld toe gaan. Dat is mooi. En wordt ook als laatste vraag de klimaatvoetafdruk van de gemeente Waterland gemeten? Nee, dat niet. Maar ik heb wel begrepen dat er allerlei initiatieven zijn om te streven naar klimaatneutraliteit. Dat doen we als gemeente ook in het geheel. Maar als ik zo hoor naar wat er allemaal voor initiatieven zijn, een klimaatneutraal Marken, een klimaatneutraal Broeken-Waterland, dan zouden we de ambitie misschien nog wel eens eerder kunnen halen als dat we nu gesteld hebben. We gaan ervoor. Ik hoop dat we dit enthousiasme ook in Parijs horen. Ja, dat hoop ik ook. Dank u wel. Wat vond u van de avond? Nou, wat mij altijd boeit op dit soort avonden is het enthousiasme van mensen. Het idealistische en het ondernemende. Er zijn heel veel particuliere initiatieven te horen. Ja, dat enthousiasmeert ook enorm. Maar ik ben ook wel een beetje een praktijkmens en dan weet ik ook dat het heel langzaam gaat. Maar zou er voor u iets bij zijn vanavond? Nou, daar kan ik ook wat mee. Heeft u leuke dingen gehoord? Nou, ik heb leuke dingen gehoord. Ten eerste over aardwarmte. De enige voorwaarde is wel dat je een tuintje hebt. Want dan komen daar in die buizen, die 150 meter diep gaan. Dus dat is een voorwaarde. Iets anders wat ik wel interessant vond was een stichting die een fossiel nul meting doet. Dus die F0 meting hoorde ik? Die F0 meting. En nou, dat is buitengewoon interessant omdat ik echt geen verstand heb van hoe ik dat zou moeten doen. En nou, dan krijg je expertise in huis en dan kun je zien hoe je je eigen huis goed kan inrichten. Nou, klinkt allemaal hartstikke leuk. Ik hoop dat u een tuin heeft. Ik heb geen tuin hier in Monnikendam. Dan wordt het geen aardwarmte hier. Geen aardwarmte. Oké. Okay. Nou, misschien dat andere ideeën wel goed zijn. Dank u voor de reactie en heel veel succes met de energiemaatregelen. Dank u wel. U bent van het Broeklab. Klopt. Het particulier initiatief om klimaatneutraal in Broeken-Waterland alle initiatieven te doen. Ja. We hebben net een heel mooi verhaal gehoord van Van Monfrans. Wat inspireert u om daar mee te doen? Ja, we zijn begonnen met niet alleen klimaatneutraal, maar eigenlijk duurzaam Broeken-Waterland. En eigenlijk die idee van we willen Broeken-Waterland mooier laten dan het is nu. En eigenlijk als je idee daarbij past, mag je meedoen. Dus van groot, zoals elektrische deelauto, tot klein, vrouwbomen of de bloemenlint. Ik heb in mijn straat voor mijn deur een boomspiegel onder de boom. Ik heb wel samen met de gemeente omgetoverd in een mini boomtown met bloemen voor de bijen. Dus eigenlijk een soort van groot tot klein acties in je eigen straat in Broeken-Waterland. Grote in Waterland. En even voor de kijker, wat is uw naam en welke straat woont u? Ik ben Tom Downley, ik woon in Nieuwland in Broeken-Waterland, bij de school. Dus als je loopt langs Nieuwland, richting de sportveld, zie je de nieuwe boomspiegels met bloemen daarin. Nou, daar moeten de kijkers thuis zeker even op letten. Zeker als ze naar SCOB gaan, want daar kan je dus ook appeltjes eten in de pauze. Ja, binnenkort. En je kan ook meedoen met de plantfeest 13 december. Dus dat is allemaal de begin. Hele leuke initiatieven. Hoeveel mensen doen daar in Broek al aan mee? Hoe groot is Broeklab? Ja, Broeklab is eigenlijk een vergadering elke 2 maanden. Dus komen er elke 2 maanden verschillende mensen. Normaal is het een stuk of 30
2030, waar het verschilt. Dus er zitten 5 of 6 mensen in de groep van de deelauto, 3 of 4 mensen in de groep van de bloemenlint en de adoptieboomspiegels. Maar mijn buren doen ook mee met de adoptiespiegels, maar die zitten niet in de broekklaap elke vergadering. Dus eigenlijk is het niet een vaste opinie. Een beetje wissel, maar als mensen nou leuk vinden om daarin mee te denken, kunnen ze dan langskomen? Jazeker, het staat in de Broekengemeenschap. Elke 2 maanden is de vergadering woensdag, normaal woensdag in de Broekenhuis. En als je leuke ideeën of mee wil doen, kom langs. Nou, dat is een hartstikke mooie oproep. Hartelijk dank en we wensen heel veel succes bij al deze mooie initiatieven. Dank u wel. Dank je wel. Goeiedag, hier staat uw stand. We hebben straks uw presentatie gehoord over het initiatief bij Marke. Marke klimaatneutraal. Is dat haalbaar? Haalbaar? Nou, niet op korte termijn. Maar het gaat ook om het idee om mensen enthousiast te maken en op die manier een stap voorwaarts te kunnen maken. En lukt het om alle markers mee te krijgen? Nou, niet alle markers, nee. Kijk, het is zo dat wij hebben het voordeel dat een hoop mensen het wel zouden willen, maar dat niet kunnen in verband met hun monumentale status. En die hopen wel mee te krijgen. En ja, hoe moet je het nou noemen? Er is toch, bleek afhankelijk met dit project, dat het enthousiasme erg aanwezig was, omdat we binnen een paar weken hadden we het allemaal uitgevoerd. En nu we weer toch weer nieuwe mogelijkheden hebben met andere daken, hopen we eigenlijk dat een hoop mensen, ik heb die signalen, zeggen, god, ik was net te laat, anders had ik ook mee willen doen. Leuk. Dat we toch weer ruimte krijgen van mensen die mee willen doen. En op een gegeven moment krijg je een situatie, ja, dat het gewoon is dat je meedoet, hè. Kudde gedrag. Je kunt er eigenlijk niet meer onderuit, je loopt lekker mee. Ja. Allemaal klimaatneutraal. Ja. Ja, je bent gek als je niet meedoet. Ja. Marke heeft wind, Marke heeft zon, Marke heeft ruimte. En jullie hebben zelfs de Deen meegekregen. Daar zijn we nu mee bezig. We hebben in ieder geval toestemming van Deen. En we gaan er nu verder mee aan de slag. Om te onderzoeken hoeveel panelen kunnen er. Wat voor opbrengst krijgen ze. En dan gaan we ook weer een actie maken onder de bevolking. Van nou, we hebben weer ruimte. We kunnen weer zoveel zonnepanelen kwijt. Van doe mee tegen dat tarief. En het is een hele goede zaak om het te doen. Nou, we gaan de Deen in Morgenaam ook een beetje simuleren. Ja, moet je doen. Ja. En bedankt dus voor de hulp. Nou, graag gedaan. Heel veel succes in Marken. Dank u wel. Dank je wel. We staan hier bij Jan Tessel met een prachtig mooi apparaat. Wat doet dit apparaat? Nou, dit apparaat heet dan een warmtebeeldcamera. En het apparaat dat doet de warmtegolfjes die er van alle objecten afkomen, doet die dan opnemen. Kijk nu mijn hand, extra rood en wit, dus dat is bijzonder warm. De deur aan de achterkant is heel wat koeler, blauwig tot groen. Dus dit is een mooi hulpmiddel om bij mensen thuis rond te kijken binnen in de woning. Wanneer is het een beetje te kil? En dan loop ik een kwartiertje later naar buiten toe. Bij dezelfde punt ongeveer. En dan kijk je of het dat misschien even te warm is. Ja. En dan zeg je, hé, meneer, mevrouw, deze wand is gewoonweg niet goed geïsoleerd. Hier verliest u tientjes of misschien wel 50 euro per winter door zo'n wand. Tijd om te isoleren. Wat een prachtig apparaat. En u heeft dat. Is dat alleen voor bedrijven of kunnen particulieren dat ook gewoon kopen? Nou, de particulieren die kunnen dat zeker kopen, maar dat is dan net een veel te hoge drempel. Een apparaat kost 1000 euro. Oh, dat is best wel duur, ja. Ja, dat is heel duur. En toen heeft de Stichting Duurzaam Waterland, al onbekend, die heeft gezegd, nou laten wij het aanschaffen. En ze gunnen mij dan de mogelijkheid om het bij de burgers in de wintertijd te gebruiken. Een vergoeding van 50 euro per woning. Dat is ook niks. En dan kun je een hele scan voor je hele woning krijgen. Ja, dan ben ik ongeveer wel een uur bezig. Samen met de mensen. Tegelijkertijd kijken we rond. En dan hebben we een behoorlijk 99% een goede analyse van de woning op warmtegebied. Ja, ik zou me zo kunnen voorstellen dat als dit vanavond uitgezonden wordt, dat de mensen storm gelopen en gelijk Stichting Duurzaam Water gaan bellen. Kom morgen langs. Kunnen ze gewoon naar de site gaan? De site van Stichting Duurzaam Waterland, daar is een verwijzing naar deze dienst die de stichting aanbiedt. En dat komt dan automatisch bij mij uit. En dan neem ik weer contact op met de mensen om het bij hen uit te voeren. Zo gaat het. Nou, hartstikke leuk. Ik ga zeker morgen gelijk kijken. Ik vind het ontzettend leuk initiatief. Je weet de webpagina? Nou, zegt u nog maar een keer. Zou ik het doen? En sdwaterland.nl. sdwaterland.nl. Juist, dat is hem, ja. Morgen loopt die site helemaal plat.
En dan is het eventjes wachten tot het lekker koud is. Het moet binnen natuurlijk verwarmd zijn, de woning, zo'n 20 graden. En dan buiten een beetje rondom 3 plus of lager. Oh, dat nog in bijna zijn we zover. Ja, en het moet ook niet regenen zoals vanavond. Okay, nou, goed. Maar zeker over een week of zo, dan komt de kou echt wel. En dan ga ik bij de mensen dus in de middaguren, of in het weekend ook, ga ik bij ze langs om dat waar te nemen. Nou, fantastisch, hartelijk mooi. Mooi dat u het zo vertelt. Dank, en we gaan u in Monnikendam zien en in heel Waterland natuurlijk. Heel Waterland, ja. Service gaat over heel Waterland. Hartelijk goed. Dank u wel. Succes ermee. We hebben vanavond ontzettend veel gehoord. Ontzettend leuk om al die enthousiaste initiatieven te zien die gewoon hier door particulieren worden opgepakt. Er zijn natuurlijk ook ontzettend veel bedrijven, die zagen we vanavond ook, die allemaal leuke initiatieven, goede initiatieven hebben om voor u klimaatneutraal te kunnen acteren, energie te kunnen besparen, warmte te kunnen besparen, water te kunnen besparen. Er zijn allerlei mogelijkheden, we hebben er vanavond een hele hoop gehoord. Ik ben er ontzettend enthousiast van geworden. Ik ga zeker ook zijn warmtescan laten doen. Ik hoop dat u vanavond wat gehoord heeft, wat u ook leuk vond, wat voor u ook nieuw was. En dat u zelf ook enthousiast wordt om een gezamenlijk Waterland meer klimaatneutraal te maken. Ik wens u er heel veel succes bij. En ik hoop dat u vanavond een mooie reportage heeft gezien. Ik wens u een fijne avond.